Leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Ik heb iets leuks. Ik heb een app gedownload. En dan, daarmee kun je voedselverspilling tegengaan. En op die manier ook gewoon heel goedkoop eten. We zullen zien. Terug van Albert Heijn. Albert Heijn All to go. En bij Beurs in Rotterdam. Bij Metro. En nou, daar heb ik dus een mooie papieren zak opgehaald. Ik moet allemaal lekker eten. En ik heb er maar 5 euro voor betaald. 5 euro. En dat allemaal met de Too Good To Go app. Dus te goed om weg te gooien. Daar komt het eigenlijk op neer. Om voedselverspilling tegen te gaan. Nou, en wat zal er allemaal in zitten? Ik heb al stiekem natuurlijk een beetje al gekeken. Dus een... ik ga het je laten zien. Een romote croissant. Dat komt wel goed. Heerlijk. En hier falafel rode biet met hummus. Oh jee, jee. Dat vind ik zo lekker trouwens. Op brood, hummus, peperzout eroverheen. Meer hoef ik niet, meer eigenlijk niet aan te doen. En dan hebben we hier de vegetarische groente brand spicy tuna. En spicy tuna, er zit geen echte tonijn in hoor trouwens. Het is van de vegetarische slager zo te zien. Dus het is vegetarisch. Het is vegetarisch, dus niet veganistisch. Het is verwarrend, maar vegetarisch dus. En als laatste, zeker niet onbelangrijkste. Ik vind het stiekem wel een beetje jammer, maar ik kan het wel even zo uitleggen. Dat is de stelmaaltijd scharrelkip rozemarijn. Aardappeltjes in schil, kruidenboter, haricotverf en rozemarijn. Nou, wat dus eigenlijk wel een beetje jammer is. Een week, 2 weken geleden is onze magnetron overleden. Dus ik kan niet zo stelmaaltijd zo 1, 3 lekker in de magnetron stoppen. Dus, maar ik ga hem niet weggooien. Ik ga hem zeker opeten. Dat wordt gewoon een koekenpan en pan, kokenwater voor de haricotverf. Dus het komt wel goed. Het is alleen niet zo lekker makkelijk zoals het lijkt. Voor nu, voor mij dan. Dus, dat was het. 5 euro betaald. Het is geen geld. Nou, vind je daarom de app ook zo geweldig en wil je ook lekker voor heel weinig eten? Dan moet je wel tegen sluitingstijd gaan halen. Dat wel, dus je moet er wel iets over hebben. En natuurlijk de app downloaden. Dat kun je met Google Play, Apple Store. Dus het maakt niet uit eigenlijk welke smartphone je hebt. Je kan hem downloaden, gratis. Nou, en dan kun je je aanmelden. Het kan gewoon simpelweg met Facebook. Onder andere. Of een account aanmaken, wat jij prettiger vindt in ieder geval. En dan ga je naar kijken op de kaart waar bij jou in de buurt een winkel is. Dat kan bakker zijn, dat kan een restaurant zijn. Nou, in dit geval was dat bij mij AH To Go, bij een metrostation. En dan klik je aan wat je mystery pakket. En dan betaal je vooraf. Vervolgens ga je bij afgesproken tijdstip, ga je dan erheen. Je gaat hem halen. Nou, je laat je app zien. Je swipet hem zeg maar op je telefoon, zodat hij betaald is of ontvangen is zeg maar. En dan neem je naar huis. 5 euro, geen geld. Nou, als je zegt, dit vind ik helemaal geweldig, laat een reactie achter, hieronder. Laat me weten, ik vind het echt heel leuk om als je vertelt wat je ervan vindt. En vergeet niet te subscriben, notification bell. En bedankt voor het kijken.